Economisch bekeken. Paragraaf 2. Beloning van bezit. Van hoofdstuk 2. Geldzaken. Spaargeld. Tom heeft allemaal spaargeld. En dat spaargeld heeft hij uitgeleend aan de bank. Doordat hij het spaargeld op de bank zet, krijgt hij daarover rente van de bank. De rente wordt altijd berekend over het gespaarde bedrag. Dus hoe meer geld je op je spaarrekening hebt staan, hoe meer rente je ontvangt. Rente in procenten. Hoeveel rente jij krijgt op jouw spaargeld hangt af van de rentestand. Als de rentestand omhoog gaat, krijg je dus meer geld. Gaat de rentestand echter omlaag, dan krijg je dus ook minder rente over je spaargeld. De rentestand kan in ieder geval stijgen en dalen. Hoeveel rente jij krijgt over je spaargeld verschilt per bank. Het is dus goed om te kijken bij welke bank je de meeste rente krijgt. Stel, Tom bezit een huis. Dit huis is van hemzelf. Maar Tom heeft een vriendin. En meestal woont hij bij zijn vriendin. Tom heeft nu zijn eigen huis te huur. Zodat hij toch nog inkomsten krijgt vanuit zijn eigen huis. Tom rekent een hoge huur, want zijn huis is veel waard. Dus hoe hoger de waarde van het huis, hoe hoger de huur. Tom bezit ook nog enkele weilanden. Deze weilanden heeft hij in pacht aan een manegehouder. Wat eigenlijk een soort huur voor grond is. De pacht is niet erg hoog, want de grond is niet zoveel waard. Hoe hoger de waarde van de grond, hoe hoger de pacht. Tom heeft ook nog een eigen bedrijf. Hij is eigenaar van een drogisterijketen. Hij werkt dus niet meer in een bedrijf. Hij heeft een bedrijfsleider in dienst die een vast salaris krijgt en een bonus als er voldoende winst is. Tom neemt natuurlijk zelf ook een deel van die winst, want dat is zijn inkomen. Hoe hoger de winst, hoe hoger de winstuitkering voor bedrijfsleider en Tom.